Goedenavond. De Russische president Poetin heeft de dood van Wagner-leider Yevgeny Prigozhin bevestigd. Maar er is nog altijd veel onduidelijk over de toedracht. Gisteren is hij gecrashed met een vliegtuig ten noordwesten van Moskou. Mogelijk werd het toestel uit de lucht geschoten. Maar er wordt ook gesproken over een bom. Deskundigen denken dat het om een wraakactie gaat van president Poetin. Omdat het huurlingenleger van Prigozhin een paar maanden geleden een staatsgreep wilde plegen. Russische onderzoekers kijken naar een deel van het neergestorte vliegtuig. Niet ver daarvandaan zijn slachtoffers in bodybags afgevoerd. Gisteren viel het toestel bijna loodrecht naar beneden. Пиздец, это беспилотник. Сбили, бабахнуло два раза, взорвалось, падает. Ты посмотри, падает. Ook andere ooggetuigen hebben een knal gehoord. Скажем так, я в своей жизни слышал такие вещи. Просто пух. Я поднял голову и вижу белый дым. Крыло отлетает в одну сторону, а фюзеляж вот как-то вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Het zouden aanwijzingen kunnen zijn dat het vliegtuig is neergeschoten of dat er een bom aan boord was. Dit is een archieffoto van het vliegtuig. Het vloog gisteren van Moskou naar Sint-Petersburg toen het plotseling van de radar verdween. Prigozhin kwam met zijn Wagner-huurlingen 2 maanden geleden in opstand tegen de Russische legerleiding. Poetin sprak toen van hoogverraad. Ik weet niet wat er gebeurd is. Er wordt veel over gespeculeerd. Ik weet wel dat er in Rusland voortdurend mensen uit de ramen vallen. I don't know for a fact what happened, but I'm not surprised. Do you think it would be believable? I mean, not much that happens in Russia is not behind, but I don't know enough to know the answer. President Putin heeft zojuist voor het eerst gereageerd. Что касается этой авиационной катастрофы, то прежде всего хочу выразить слова искреннего соболезнования семьям всех погибших. Это всегда трагедия. Путин lijkt dus te ontkennen dat hij iets te maken heeft met het neerstorten van het vliegtuig. En op de redactie is onze correspondent Olaf Koensje. Olaf, president Poetin heeft dus iets gezegd over de dood van Prigozhin, maar niets over de toedrachten. Nee, nou dat maakt in ieder geval een einde aan een dag vol speculatie. Hoe dit precies gebeurd is, ja, dat zal nog wel even onduidelijk blijven. Al lijkt het er toch echt sterk op dat het de Russen zelf waren die dit vliegtuig uit de lucht hebben geschoten. Dat is ook wat experts inmiddels zeggen. Ja, en als je het mij vraagt, dan is het niets anders dan simpelweg wraak. En dan is het extra wrang dat Vladimir Poetin ook nog eens de condolences overbrengt aan de familie van Prigozhin. Prigozhin was de leider van de beruchte Wagner-groep. Betekent dit dan ook het einde van die Wagner-groep? Ja, daar lijkt het wel op. De tweede en de derde man van Wagner zaten ook nog eens aan boord van dit toestel. En reken maar dat Rusland er alles aan zal doen om deze organisatie, deze terreurorganisatie eigenlijk, om die aan banden te leggen. Om die in ieder geval onder controle te krijgen, zodat het geen dreiging meer is. Geen bedreiging voor het Kremlin zelf. En dan kun je eigenlijk wel stellen dat Wagner nu verleden tijd is. Mei dit jaar. Prigozhin en zijn Wagner-groep roepen de overwinning uit in Bakhmut. Het zijn strijders, maar geen soldaten. Het zijn eigenlijk huurlingen, wat we in het algemeen huurlingen noemen. Dat wil zeggen mensen die militaire taken uitvoeren, maar niet onder een militaire organisatie vallen, maar in feite onder een commercieel bedrijf. De laatste tijd horen we vooral over Wagner in Oekraïne, maar de strijders komen op veel meer plekken in actie. Ze worden beschuldigd van gruwelijkheden in verschillende Afrikaanse landen. Ze knappen het vuile werk op waar president Poetin het reguliere leger niet voor in durft te zetten. Ze hoefden zich, omdat ze eigenlijk niet onder het Russische ministerie van Defensie vielen, aan God nog gebod te storen. Niets en niemand ontziend. Daar staan ze ook onbekend. En ja, als er dan vragen over kwamen, dan kon Poetin natuurlijk zeggen, ja, ik heb niks met ze te maken. Weininga spreekt al in de verleden tijd over Wagner. Hij denkt dat er met het wegvallen van deze kopstukken geen toekomst is voor de groep. Alles hing heel sterk af van persoonlijke relaties, zowel binnen de groep als daarbuiten. Ja, als deze mensen dan wegvallen, dan valt het hele persoonlijke netwerk natuurlijk, dat verdwijnt met hun. Wat er gaat gebeuren met de Wagner-strijders in Oekraïne en de rest van de wereld is nog niet duidelijk.